Achter elke krachtige politicus staat een minstens zo indrukwekkende partner, en dat geldt zeker voor Pieter Ontzicht. Terwijl hij zich door het slopende politieke landschap van Den Haag manoeuvreert en op dit moment overspannen thuis zit, is er één persoon die onmiskenbaar aan zijn zijde staat: Iver Kotsch, zijn vrouw. Maar vergis je niet: Iver is veel meer dan slechts de vrouw van. Ze is een sterke, onafhankelijke vrouw met een eigen verhaal dat in schril contrast staat met het imago van de doorsnee politieke echtgenoten. Ayfer Koc, geboren in 1971 in Mardin, een stad in het zuidoosten van Turkije, heeft een achtergrond die net zo indrukwekkend is als haar man. Haar familie, van Syrisch-orthodoxe afkomst, zag geen toekomst in de overwegend islamitische regio en besloot een nieuw leven op te bouwen in Nederland. De jonge Iver kwam terecht in een land dat voor haar familie een veilige haven bood, maar dat ook uitdagingen met zich meebracht. Het heeft haar veerkrachtig gemaakt, een eigenschap die haar later goed van pas zou komen. Terwijl Pieter ontzicht zich jarenlang vastbeet in de ene na de andere politieke kwestie, was Iver degene die het gezin draaiende hield. Met een echtgenoot die voortdurend in de schijnwerpers stond en worstelde met de druk van Den Haag, nam zij niet alleen de zorg voor hun dochters op zich, maar werd ook zijn rots in de branding. Tijdens zijn burn-out was Iver degene die hem door de diepste dalen sleepte. Achter de schermen heeft ze een belangrijke rol gespeeld in zijn tijdelijk herstel, ook al blijft ze in het openbaar meestal op de achtergrond. Maar onderschat haar niet: Iver is geen vrouw die louter en alleen haar man volgt. Ze staat bekend als een sterke en uitgesproken vrouw die het fel voor haar man opneemt als dat nodig is. Ze is niet bang om tegen de stroom in te gaan, zelfs als dat betekent dat ze een kritische nood moet kraken over zijn keuzes. Ze is zijn klankbord, kriticus en steunpilaar, de vrouw die zonder aarzeling de leiding neemt wanneer hij wankelt. Wat veel mensen niet weten, is dat Iver zelf ook een geduchte kracht is in de politieke arena. Ze was jarenlang gemeenteraadslid voor het CDA in Enschede en werd in die rol geroemd om haar toewijding en betrokkenheid. Haar politieke ervaring geeft haar een scherpe blik op de ingewikkelde wereld waarin haar man zich begeeft en ze is niet bang om haar mening te laten horen, zowel binnen als buiten de muren van hun huis. Er gaan zelfs geruchten dat Ijver soms een zwaardere hand heeft in de politieke keuzes van ontzicht dan men denkt. Sommigen beweren dat zij achter de schermen de koers van zijn carrière bepaalt, vooral in moeilijke tijden. Met ontzicht die momenteel overspannen thuis zit, is de vraag hoe lang het duurt voordat Iver weer moet ingrijpen om de boel recht te trekken.